Is even leuk, mensen. Moet ik even vertellen. Want ik heb weer een verhaaltje gehoord. Even leuk. Rick, let even op. Misschien steek je wat van op. Maar misschien wel leuk voor de mensen thuis om even te vertellen, weet je. Wat is er gebeurd? Het is namelijk zo. Een vriendin van mij, let even op, Kim. Hartstikke leuk. Die is nogal rijk. Die heeft geld als water. Het is werkelijk ongelooflijk niet aan te slepen. Maar het is een beetje een kakmodel. Gaat toen een beetje zo, een beetje heel netjes en zo. Die komt bij de dokter met een heel klein probleempje, weet je. Ja. En ze zegt, dokter, ik kan er niet zo goed naar doen, dat chique. Maar ze is in ieder geval heel chique. Ik moet u zeggen, ik ben vandaag door een wesp gestoken. Op een hele aparte plek. Dat is natuurlijk heel chic, hè? Geld als water. Dus ja, ze schaamt zich een beetje natuurlijk. Nou, zegt die dokter, ik hoor het natuurlijk wel vaker. Ik ben dokter, ik maak natuurlijk een hoop mee. Waar bent u dan door die wesp gestoken? Wil ik toch even leuk weten natuurlijk. Want nou, zegt ze, ik durf het bijna niet te vertellen. Het is een hele, ja, het is wel een hele aparte plek waar ik door die wesp gestoken ben. Zegt die hele rijke vrouw. Nou, zegt die dokter, wil ik u behandelen? Zal ik het toch even moeten weten? Nou, die vrouw haalt een paar keer adem. Ze geneert zich. Geld als water, rijk als wat. Zegt ze, nou, ik zal het dan maar vertellen waar ik gestoken ben. Met de Aldi. Nou, ja!